Herpes komt voor in dierentuinen, maar ook in de natuur. En in beide gevallen blijft het een groot mysterie hoe het te behandelen is. Dieren kunnen er drager van zijn, maar ineens breekt het dan uit. Net zoals koortsblaasjes bij de mens. Op dit moment weten we niet wat juist het uitbreken van herpes triggert. We weten wel dat jonge dieren er veel gevoeliger voor zijn dan de oudere dieren. Dus zeg maar tot een jaar of 6, 8 zitten ze continu in een gevarenzone. Wij hebben een heel sterk labo en wetenschappelijke werking en wij zetten dus volop in naar de zoektocht achter wat is dat herpesvirus en hoe kunnen we het te lijf gaan. Kio heeft heel wat teweeg gebracht. We waren zo genomen in snelheid, zeg maar, dat we zijn gaan onderzoeken waar kunnen wij allemaal stappen zetten die een volgende geval sneller doet opmerken of ja, ook de behandeling kan ingezet worden. Dus wat hebben we heel concreet gedaan? Enerzijds hebben we samen met de Universiteit van Utrecht plannen gesmeed om een onderzoeksproject op te starten. Dat is effectief ondertussen ook gestart dankzij de fondsenwerving naar aanleiding van de dood van Kio en die het bedrag heeft gegenereerd om dat project op te starten. Dus dat is een onderzoeksproject naar zeg maar, de bestrijdbaarheid van het virus, dus het zoeken naar een inenting. En anderzijds ook het bestuderen van de symptomen. Want we hebben de indruk dat het gaat over een overmatige immuniteitsreactie van het lichaam. En ook dat is nog een heel grote puzzel. Wij trekken ons het lot van de olifant aan. En wij willen graag een vaccin gaan maken tegen het virus. Dat gaan we doen door de sleutels die het virus gebruikt om de cel binnen te komen en na te maken. En die als vaccin te gaan gebruiken. Die sleutels kunnen we ook gebruiken om vast te stellen waar in het dier het virus precies voorkomt. Op grond daarvan kunnen we ook een therapie ontwikkelen als we weten hoe de ziekte tot stand komt. Op dit moment is ons inzicht in herpesvirus eigenlijk quasi onbestaande. Dus het is heel belangrijk om in te zetten op onderzoek. Eens het vaccin ontwikkeld is, en dat is een studie waar we nu toe bijdragen, en die een aantal jaar in beslag zal nemen, dan gaan we een wereld van verschil zien, zowel in dierentuinen als in het wild. Dus onderzoek is één hulplijn die we hebben opgestart. Anderzijds heeft ons eigen laboratorium zich ook verder geëquipeerd. We hebben een qPCR-machine aangeschaft. En op basis van dat toestel gaan we de toestand van kalfjes kunnen monitoren. En dat zijn dan niet alleen onze eigen kalfjes, maar we hebben er ook het potentieel om een rol te spelen als dienstverlening naar andere dierentuinen. Sinds kort hebben wij een qPCR-machine aangekocht. Dat is een machine waarbij we DNA kunnen bestuderen. Veel nauwkeuriger dan dat we voordien deden. Dus we kunnen echt concentraties gaan opmeten. En dat hebben we in deze studie wel echt nodig. Je weet dat die herpes latent aanwezig is. Dus die zit altijd in kleine hoeveelheden in dat bloed van die olifanten. En op een bepaald moment krijg je een boost. En het is juist omdat we zo'n gevoelig apparaat hebben nu in onze labo's, dat we die snelle stijging veel nauwkeuriger kunnen oppikken. Die apparatuur bestaat al wel langer, maar ze werd tot voor kort nog niet echt heel vaak gebruikt voor het opsporen van herpes. Dus elk stukje DNA, elk virus is anders. En er moeten nieuwe methodieken worden gemaakt om die specifieke virussen op te sporen. Tot voor kort was het heel moeilijk om herpes op te sporen binnen olifanten, omdat het een speciaal virus is. Ondertussen weten we hoe dat we het kunnen doen en kunnen we het ook gaan toepassen. Dus het idee is om regelmatig stalen te nemen van de olifanten, die te bestuderen met die toestel, om dan te gaan kijken hoe dat virus evolueert doorheen de tijd. En om dan ook te gaan kijken van welke parameters belangrijk zijn in een plots optreden van een boost aan herpes. Dus de data die we hier verzamelen, die kunnen natuurlijk gebruikt worden om de triggers te onderzoeken die acute aanvallen van herpes veroorzaken. En dat is informatie die we gewoon wereldwijd nodig hebben om dit te remediëren.